Ja, goedemorgen. Nou, ik zit in de auto naast mijn lieftallige vader. Want we gaan even een autootje ophalen in, hoe heet het oord ook alweer? Linschoten. Linschoten. Ik dacht eerst dat het bij Gouda lag, waar ze, had mijn vader een beetje uitgelegd, maar uiteindelijk blijkt het nu ongeveer bij Montfoort Nieuwegein te liggen, toch? Ja, het is nog een half uurtje rijden en we rijden hier op de Stichtse brug trouwens bij Almere. Wat? Oké. Hey, van de week ging ik rijden. Jammer dat ik niet even gefilmd heb eigenlijk, want ik had wel even gefilmd moeten doen. Maar toen stond ik ineens stil langs de snelweg. Ik kon er eens maar 80 km per uur rijden en nou is de hele koppakking minimaal dat kapot. Dus eigenlijk is het gewoon bij mijn auto. Maar zo'n wat oude auto natuurlijk. En voor mij is het natuurlijk helemaal geen probleem. Ja. Ik hoef natuurlijk niet in een nieuwe pak te rijden. Ja, toch als tweede auto. We rijden nu in een Panda van mijn moeder. En die is echt nieuw, hè? Eigenlijk net 2 jaar oud. Zoiets, 2 jaar oud. Dus dat is voor een tweede auto is het toen helemaal niet handig. Hij is officieel ietsje van mijn vader, maar ik rijd er gewoon in. Want dat is beter voor mij, zeg maar. Dus we gaan in ieder geval lekker onderweg en hier en daar Atos is het, hè? Gewoon uit 2002. Dus 1250 euro betalen. Dus de meeste mensen weten wel dat het niet zo veel geld is natuurlijk voor een auto. En ook maar 54.000 teller. Dus ik ga eventjes gewoon een beetje filmen van hoe had die auto en wat een leuke auto om te kijken. Zo dan kan ik in ieder geval weer rijden. Dan zal het makkelijk dat ik morgen heb een stuk tv-event in. Ik kan altijd sponsoren natuurlijk. Ja, ik kan ook donaties. Donaties. Ja, donaties. 150 euro. Dat heb ik nodig voor een auto. Ik zal even een telletje onder zetten van dat jullie echt moeten doneren. Want ja, 1250 euro moet ik toch even hebben. Dus ja toch? Want morgen natuurlijk een stuk tv-event en dan ga ik naar Paul toe en dat is wel handig dat ik een auto heb, want openbaar vervoer is 2 keer zoveel alleen al als met de auto rijden, dus we gaan gewoon kijken zo meteen. Ja. Zo, ik ben hier bij die mensen. Zo, mijn vader zit nog even in de tuin, we hebben een bakje koffie gedronken, maar het is wel echt een vette auto. Het is geen Mercedes, zoals je het weet, maar het is wel een heel erg leuke auto. Ik wil hem toch een beetje even laten zien. Want kijk, hij is toch, het ziet toch... hij ziet er toch nice uit, lijkt mij toch? He? Kijk, en wat nou echt leuk is aan deze auto, ik zal een beetje zo laten zien. Kijk, hij ziet echt een beetje sportief uit, een beetje. Het is gewoon een leuk sportief autootje. Vleugeltje achterop, yes. Dat is natuurlijk super stoer. Dat is natuurlijk fucking stoer, ja toch? En kijk eens binnen. Het staan wel 4 deuren, dat is natuurlijk ook heel mooi natuurlijk. En wat ook wel leuk is, is natuurlijk als je binnen even kijkt, kijk, het is natuurlijk allemaal... het is natuurlijk geen Mercedes, dus er zit gewoon een radiootje in met een bandje, dus dan moet ik natuurlijk even een ander radiootje doen. Maar zoals jullie kunnen zien, kijk eens de kilometer teller. 55.126. Ja, dat is natuurlijk echt niet helemaal veel voor zo'n autootje, dus het is echt super cool. Ook alles zit erbij, gewoon echt alles, gewoon echt op het hele boekje van hoe wat. En ze hebben de laatste 4 jaar maar 5000 kilometer mee gereden. Dus hij zal een beetje lui zijn natuurlijk, de auto. Maar dat maakt helemaal geen reet uit, ja toch? Zie je zelfs airbagje nog erin en zo. Nou, helemaal niks mis mee, ja toch? Gewoon een leuke auto. En ik kan overal naartoe rijden. En dat, zo is het toch? Voor mij het belangrijkste. 1200 euro. 1250 euro die auto. Hier, je ziet ook de bekleding. Het ziet er echt geen geintje. Maar het ziet er echt helemaal als nieuw uit. Gewoon. Ja, alleen buiten een beetje, een paar kastjes en zo. Maar ja, dat heb je natuurlijk altijd vanwege die vanwege natuurlijk mensen die met de fiets tegenaan rijden. Maar het is gewoon, dit is gewoon top voor mij. Ik ben er echt heel erg blij mee. En dan kan ik in ieder geval lekker over naartoe rijden. Want ja, Lemmer is natuurlijk gewoon echt, eerlijk gezegd, Lemmer is natuurlijk echt een geweldige plaats verder. Het is hartstikke leuk daar ook in de zomer en zo. Maar het is toch wel een beetje kut, weet je, dat je helemaal opgesloten bent. Als ik bijvoorbeeld even naar Heerenveen ga, ben je gewoon een uur ruim onderweg om er even naartoe te komen. Terwijl je een kwartiertje 20 minuten met de auto erover doet. En weet je, dat vind ik gewoon kloten. Als ik naar Paul ga, Almere, ging ik even kijken vanaf Lemmer, is het bijna 2,5 uur met openbaar voer. Terwijl met de auto 50 minuten is. Ja. Yeah. Het is gewoon echt kloten, weet je. Dat kost gewoon zoveel tijd. Dus ik ga lekker zo even mee rijden. En jullie zullen me ook veel vaker tegenkomen. Ik ben echt super blij mee. We gaan zo even een stukje rijden inderdaad. Of het nog allemaal goed klinkt natuurlijk. En dan even overschrijven. En dan ben ik weer on the roll, zullen we maar zeggen. Dus super tof dit. Zo, we zitten in de auto. En mijn vader rijdt nu even. Ik heb een stuk gereden, maar moest even de auto achterlaten. Mijn zusje van mijn moeder. Die ging weer naar Ellendoorn. Dus... rijdt maar hij rijdt wel lekker, hè? Ja, geinig. Ja, toch? Moet
niks mis mee. Voor dat geld denk ik dat er niks mis mee is. Nee. Ziet er keurig uit binnen, opnieuw. Ja, inderdaad. Is het een beetje achter misschien net. Ja, een beetje, beetje verkleuring inderdaad door de zon. Door de zon, ja. Ja, ze hebben maar 5000 kilometer gereden in 4 jaar tijd. Dus ja, dat is echt helemaal niks. En wel elk jaar gewoon netjes APK servicebeurt gegeven. Dus ja. Ik denk dat ik er heel veel plezier van ga hebben. En lekker makkelijk in ieder geval als ik lekker overal naartoe moet. En dan gewoon lekker die auto. Ja, hij trilt helemaal niet bij 120. Nee, in begin een beetje. Maar voor mij is het een beetje gewoon, ja... Staan. Wat staan. Ik heb even een beetje 140 gereden. Lekker power krijgen. Want dat is een beetje lui. Zoals mensen het zeggen. Want 80, 90 invoegen. Een beetje snelheid maken, maar ook geen altijd uitslapen. Ja, zij moet een beetje even meer pit hebben, maar dat is altijd zo met het soort auto's. Ik ben in ieder geval super blij mee. En mijn vader ook. Mijn vader gaat ook lekker in rijden. En toch. Ze wordt een veredelde fiets. ja, ik kom in ieder geval overal kan ik naartoe. En overal voor weinig kan ik hier komen. En dat is ja, hartstikke belangrijk natuurlijk. Lekker weinig wegenbelasting, lekker weinig verzekering. Dus helemaal top.